Het is deze week weer Black Friday en dat betekent geld besparen op camera gear. Dus in deze video heb ik een overzichtje met de beste deals met gear die ik zelf ook gebruik. Ik wil je ook waarschuwen voor een aantal deals en ik heb een hele vette hack met een aantal accessoires die je nu kan kopen met Black Friday. Dus we gaan beginnen en wel met de Sony A7 III. Die heb ik destijds gekocht voor 2300 euro en nu is die te koop voor 1700 euro in totaal. Ik denk zelf dat deze camera uiteindelijk terecht gaat komen op een vaste prijs van 1800 euro, nou met de komst van de Sony A7 IV. Maar ja, nou met Black Friday is dus een mooie korting van 100 euro. En die Sony A7 IV, dat is een fantastische camera. Maar de A7 III is ook nog steeds een fantastische camera. Dat kan je zien in deze review van mij hier boven. En deze A7 III is 1100 euro goedkoper dan de A7 IV. Dus dit vind ik zelf nu een mooie deal. De volgende deal wat betreft Sony is deze prachtige 85mm f1.8. En die is nou te koop voor een prijs van 429 euro. En dat is gewoon een hele mooie betaalbare lens. Hij is lekker licht en compact. 85mm is gewoon top voor portretten, b-roll video. Ik gebruik hem ook heel erg graag als lens voor mijn B-camera voor interviews. Het is gewoon echt een mooie lens. Wel een klein beetje chromatische aberratie in bepaalde omstandigheden, maar voor deze prijs is die echt gewoon top. Nou, het wordt nog mooier als je deze lens gaat combineren met de A7 III. Dan betaal je in totaal 2080 euro. En dat is weer 50 euro minder dan dat je ze los zou kopen. Dus, mooie deal. Nou, wat ik ook nog even wilde laten zien was deze lens, de 50mm 1.8. Het is niet de allerbeste lens, maar nu kan je hem kopen voor 150 euro. En dan is het toch wel echt een leuke instap prime voor dat geld. Stel je hebt een 24-70 en je zoekt een leuke prime lens, dan is deze best prima. Er is nog een deal wat betreft Sony, dat is deze 55mm 1.8. Die is nou te koop voor 600 euro. Dat is echt een hele mooie prijs, want dit is echt een goede lens. Ik heb hem zelf niet, ik heb namelijk de 50mm G Master en ik heb deze Samyang 45mm 1.8. Wat mij betreft is dit nog steeds de beste budget prime. Ik heb er een video over gemaakt die je daar kan kijken. Maar goed, stel je wilt net een iets betere lens, dan is deze echt top voor deze 600 euro. En stel je wilt echt gewoon een instap prime, nou dan heb je deze 50mm voor 150 euro. Dan nog even een andere noemenswaardige deal, en dat is deze Sony ZV-1. Ik heb hem zelf niet, maar het is echt wel een goede camera. Ik heb er een tijdje mee gespeeld en alles wat ik ervan zie online, alle vlogs bijvoorbeeld van Peter Lindgren, zien er gewoon echt goed uit en die schiet hij allemaal met deze ZV-1. En nou ziet hij koop voor 629 euro. Het wordt nog mooier als je hem gaat combineren met de Bluetooth vlogging grip. Dan is het 700 euro. Normaal is die grip 150 euro, dus ja, reken maar uit. Voor 700 euro heb je en de camera en de grip. Gewoon een super goede deal. Het is echt een ideaal klein vlogcameraatje. Maar je hebt ook de RX100 Mark 7. En die is nou te koop voor 900 euro. En dat is ook weer een hele mooie schappelijke prijs. Ik heb zelf de RX100 Mark 3 nog. En het is echt een heel leuk cameraatje. Super compact. Kan je echt van alles mee. Kan je zo je tas gooien en ja, lekker foto's maken. Maar die RX100 Mark 7, daar heb ik ook een tijdje mee gespeeld. En wat daar uniek aan is, is dat hij een lens heeft van 24mm naar 200mm. Dus het is echt een pocket rocket. Ik kan er alles mee schieten. Dus voor de casual fototrips, de familietripjes of verkenningsmissies, dat je nog niet weet wat je gaat doen met je professionele gear, kan je zoiets meenemen. De volgende deal is deze Hanel ProCube 2. Daar kan je twee camera accu's in opladen, maar ook vier AA batterijen. Dat is echt een ideaal ding. Die kost nu 50 euro, normaal is het 70 euro, dus prima deal. Je kan hem ook kopen voor alle cameramerken, dus als jij een van deze camera's hebt of je hebt een Sony, dan kan je gewoon een mooi opladertje kopen. Ideaal. Ja, dat waren even een paar mooie deals. Straks nog meer deals, maar eerst even een waarschuwing voor een paar deals. Nou, dit is één voorbeeld. Dit is de 5-in-1 reflector van Bresser, 110 centimeter. Hier staat dat hij normaal 37 euro is en nu 23, maar ik heb deze vorig jaar ook al gekocht voor 23 euro. Dus niet echt een pakkende deal om het zo maar te zeggen. De volgende is hetzelfde product, maar dan 80 centimeter. Die staat hier voor 25 euro. Nou, ik heb die een keer gekocht voor 20 euro, dus niet echt een super goede deal. Nou, nog zo'n voorbeeld, dat zijn deze klemmen. Die staat nou hier 15 euro, normaal 23 euro. Maar ik heb deze set al een keer gekocht voor 11,50, dus niet echt een goede deal. De volgende is deze V-mount batterij van FX Lion. Dat is een super goede accu, die gebruik ik als V-mount op mijn small rig setup, maar de deal is niet fantastisch. Hier staat hij voor 250 euro, normaal 280 euro, maar dat is dus niet zo. Als we hier kijken bij camera nu, dan zie je dat de prijs gewoon altijd 250 euro is. Vorig jaar heb ik deze zelfs gekocht met Black Friday in een deal voor 220 euro. Ik wil er eigenlijk nog eentje kopen, dus ik zit even te azen op nog een deal. En ik hoop dat de camera nu nog een Black Friday deal gaat doen. Dus ik hou deze in de gaten. Ik zet hem ook eventjes als link in de beschrijving voor jullie om in de gaten te houden. Maar ja, gewoon een topproduct. Ik hoop dat hij nog in de actie komt. Dit is de Thinktank Stand Manager 52. En wat een fantastische tas is dit. Die gebruik ik altijd als ik met mijn gear naar buiten ga. Hij is nou te koop voor 240 euro in plaats van 300 euro. Dus een mooie deal. Alleen helaas tijdelijk uitverkocht. Dus houd het gewoon even in de gaten als je hier interesse in hebt. Want misschien komt hij deze week nog op voorraad.
Ja, en deze Peak Design Capture Clip die mag gewoon niet ontbreken van deze lijst. Nu is die 47 euro, mooie deal. En dit is gewoon echt een fantastisch product. Je klipt je camera eraan en je kan gewoon handsfree rondlopen. Dit is 100% een aanrader. Deze deal is voor de clip en het plaatje samen. Maar heb je al een clip of wil je misschien nog een tweede plaatje kopen, dan kan je ook het plaatje loskopen nu voor 17 euro. Ik heb dit plaatje onder al mijn camera's zitten, zodat ik gewoon snel kan wisselen en alles gewoon kan vastmaken aan de Capture Clip. Maar het mooie is dat je met dit plaatje hem ook kan bevestigen op de Peak Design Travel Tripod. En hier is ook echt een hele goede deal mee. Nou, de prijs is al gezakt naar 570 euro. Ik heb er destijds 670 voor betaald. Echt een flinke investering, maar het is het echt waard. Ik gebruik hem bijna iedere dag. Het is zo'n fantastisch ding. Lekker licht en compact. Dus als jij ook een travel tripod zoekt, dan is dit 100% een aanrader. En nou is die te koop voor 512,10 euro. Echt een goede deal. Dus als je dit statief hebt overwogen, dan is nu echt de tijd om het te kopen. Eigenlijk is bijna alles van Peak Design in de aanbieding tijdens deze Black Friday. Zo ook deze Peak Design Leash. Die heb ik zelf ook. Fantastisch ding. Nou, deze heb ik ook. Dit is de Peak Design Slide Lite. Met een iets bredere riem. Dus ja, als je dat fijn vindt, iets comfortabeler, dan is het ook gewoon een hele mooie optie. Dan wil je nog een bredere riem, dan heb je ook deze Peak Design Slide. Die is iets breder, weer net iets comfortabeler. Goed, ook net iets duurder. Ik was eigenlijk gestopt met het gebruiken van deze neckstraps, omdat ik ze best wel irritant begon te vinden. Want je hebt die kleine anchor links en die blijven dan aan je camera hangen. En die bungelen dan een beetje, die maken een beetje lawaai en die zitten dan gewoon een beetje in de weg. Vond ik irritant. Totdat ik de vette hack tegenkwam van Dunna Did It. Sowieso 100% shout-out naar hem. Ik heb deze hack van hem gejat, dus bedankt daarvoor. Maar de hack is dus dat je zo'n neckstrap van Peak Design met die anchor links combineert met de capture clip. Dan maak je die anchor links gewoon vast aan de capture clip. Nou, ik zal even voordoen wat er dan gebeurt. Doe weer om. Een kleine demonstratie. Zie je gelijk dat ik hier lekker in mijn joggingbroek zit op te nemen. Goed, wat kan je nou mee? Je hebt dus je camera met de Peak Design plate. Die zet je er zo in. En je hebt je camera vastgemaakt aan de riem. Dan kan je gewoon gelijk zo shooten. Die anchor links die normaal hier aan zitten, zitten niet in de weg. Want ja, die zitten nou mooi aan de onderkant. Dat is echt perfect. Je kan gelijk foto's maken. Maar als je je camera ook los nodig hebt, dan maak je hem gewoon eventjes zo los. En dit blijft mooi hangen, omdat dit gewoon connected is aan elkaar. Normaal gesproken maak je die anchor links los van je camera. En dan heb je dus zo'n camera strap die los hangt en niet meer verbonden is aan elkaar. Dat is gewoon ideaal. Boom, foto's maken. Terugklikken. En wij eens voor je rondlopen. Dit is echt een mooie hack. Met dank aan Dunna Did It. En nu tijdens Black Friday kun je het gewoon scoren voor een mooie prijs. Helaas is niet alles van Peak Design in de aanbieding. Zoals deze Everyday Sling 3 liter niet in de aanbieding. Die is gewoon te koop voor 90 euro. Maar ik kan hem toch eventjes laten zien. Want ik ben hier nog steeds zo ontzettend blij mee. Ik heb hier eerder een review over gemaakt die je daarboven kan checken. Maar ja, na die anderhalf jaar, twee jaar dat ik hem heb, ben ik er nog steeds super blij mee. Dit is gewoon een ideale kleine cameratas om één camera met een lens mee te nemen. Of camera met lens met een extra lens of meerdere kleine lenzen. Ik gebruik hem ook wel eens als ik met mijn small rig setup op pad ben. Dan heb ik die in de hand en heb ik hier meerdere lenzen in zitten om snel lenzen te wisselen. Dus echt een ideale tas, kan ik 100% aanraden. Helaas niet te koop met korting, maar ik wou het toch even toevoegen aan dit overzicht. De volgende deal, dat is deze Samsung T5 SSD. Een SSD is gewoon ideaal om vanaf te editen. Je zet hier bestanden op en het editen gaat gewoon veel soepeler. Dit is de 1 terabyte variant en die is nou te koop voor 115 euro. Dus dat is echt een goede deal. Ik heb hem ook gevonden bij bol.com voor 219 euro voor de 2 terabyte versie. En dat is ook een mooie korting. Dus heb je zoiets nodig, check die dan vooral eventjes. Deze Stream Deck kwam ik ook nog tegen op bol.com voor de mooie prijs van 128 euro. Het is gewoon een heel handig ding, want het zijn allemaal kleine LCD-schermpjes waar je zelf een plaatje op kan zetten of een icoontje. Je kan daar een shortcut achter zetten. In Google Chrome naar je agenda, naar je mail, naar je takenlijst, naar je YouTube-kanaal, dat soort dingen. Maar je kan hem ook gebruiken als switcher voor OBS bijvoorbeeld. Dus als je aan het livestreamen bent, een webinar aan het geven bent of ja, zelfs voor tijdens videobellen, kan je daarmee gewoon jouw scene switchen. Dus echt een ideaal ding. Ik heb hem hier voor me staan en ik gebruik hem iedere dag echt wel 100 keer. Dan nog even een stukje software, namelijk de Cinematch plugin. Ik praat er wel regelmatig over in mijn YouTube-video's, maar het is echt een fantastische color grading plugin. Je kan hierboven kijken hoe die werkt. Maar goed, hij is nou dus te koop voor de fantastische prijs van slechts $100. Ongeveer 90 euro is of zo. Heb je nou interesse in een van deze deals? Check dan eventjes de linkjes in de beschrijving voor een handig overzicht. Ben je nou op zoek naar nog meer accessoires? Misschien voor jezelf om te kopen of voor Sinterklaas of voor de kerst? Check dan deze video met de 8 accessoires die nooit mijn cameratas verlaten. Laat even een dikke like achter voor deze video. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je in de volgende. Later.